voor veel mensen te praten. Vorige week zat u nog op Parkpop voor 150.000 man. 300.000. Zo. Nou, even de microfoon, dames en heren, voor René Bon. Ja, nou, ik hou het een beetje kort. Ik ben trots op dat ik het boek krijg. En er zitten er een paar, want ik ben ook een stalkhunter, zoals je er net zag. En ik heb nou ook weer een dubbele. Achteraf had ik het kunnen weten, want die man in die snackbar die zei... Ja, maar deze heeft hij al. En deze ketting heeft hij ook al gefotografeerd. Die meneer die achter de counter staat. Dus ik had een idee dat hij van had. Maar hij wist niet of hij gefotografeerd werd. Er staat ook een hoed in. Nou, ik ben toevallig fietsgids. En wat ook erg leuk was, met een aantal van die flikkers, om het maar even zo uit te drukken, hebben ook die tour een beetje getest. En ik weet niet, heb je hem nog een beetje aangepast her en der of niet? Ja, nou, en op ons aanraden van een aantal, een mannetje of 8 à 10 van de Haagse Bakkie en de Flikker Fotoclub, waar ik dus ook lid van ben, dat hebben een testloopje gedaan en die was heel erg leuk. En je blijft inderdaad, wat meneer Schenk zei ook, je blijft onbewust blijf je kijken en de hele tijd spookt die Van Smit door je kop als je door Den Haag fietst. En inderdaad, als ik door Den Haag fiets met een club mensen, gasten in Den Haag, of een mensen uit Den Haag, dan kom ik hem tegen en inderdaad zou die bij wijze van spreken die microfoon pakken en het van mij overnemen. Maar dat is inderdaad ook zo gegroeid en zo zijn een aantal mensen in mijn tour die dat zo spontaan doen. Hoor dat Akbar ook en zo, en hoe die zie je altijd overal toch nog, ze kennen elke steen in Den Haag, maar dan fiets ik door Den Haag en dan zie ik ze kijken en dan zie ik de Frans daar weer en dan komt hij in Frans. Maar de trots die deze man heeft, ik ben een trots Haagenees, maar deze man is erg trots, want hij mailt ook, kijk wat ik nou heb gevonden en de passie en de dingen die hij op Flickr en in live, als we hem tegenkomen, aan ons doorgeeft. Van, ik heb weer een nieuwe ooievaar. Weet je wel? En vol trots, kijk eens, bom. En daar kan ik jaloers op zijn. Vind ik mooi, zo'n passie. Dus, en ik heb iets met passie vanavond op te verraden, want ik zit met 23 dames als enige man. En het gaat over passie. Dus ik wil jou, ik krijg hem, maar ik wil jou A voor je verjaardag feliciteren en met dit geweldige, onwijs mooie boek. En ik ben trots op je.